Het echte dagboek van Anne Frank ligt in een museum, het Anne Frankhuis in Amsterdam. Op de plek waar ze het schreef toen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken. Het fijnste van alles vind ik nog dat ik dat wat ik denk en voel tenminste nog op kan schrijven. Anders zou ik compleet stikken. Haar dagboek was dus een grote steun voor haar in een hele moeilijke tijd. Anne Frank was een Joods meisje dat in Amsterdam woonde toen de Tweede Wereldoorlog begon. De nazi's die de baas waren in Duitsland bezetten een groot deel van Europa, waaronder ook Nederland. Ze hadden een hekel aan Joden. Die moesten een ster dragen en mochten niet meer overal komen. Al snel werden Joodse mensen opgepakt en weggevoerd. Daarom besloot de familie van Anne onder te duiken. Anne was toen 13 jaar. Ze verstopte zich achter in het bedrijf van haar vader. Die plek noemde ze het achterhuis. Daar schreef Anne in haar dagboek over alles wat ze meemaakte in die tijd. Het benauwt me meer dan ik zeggen kan dat we nooit meer naar buiten mogen. Ze schreef dat ze altijd stil moesten zijn, over hoe bang ze was om ontdekt te worden en dat ze verliefd was op een jongen die ook ondergedoken zat in het achterhuis. Na 2 jaar werden Anne en de andere onderduikers ontdekt. Ze kwamen in concentratiekampen terecht, net als meer dan 100.000 andere Joodse Nederlanders. In die kampen moesten de Joden en andere gevangenen zwaar werk doen en kregen ze weinig te eten. Ze stierven vaak van uitputting. Anderen werden meteen bij aankomst vermoord. Net voor het einde van de oorlog overleed Anne in zo'n kamp in Duitsland. Ze was heel erg ziek. Van alle onderduikers van het achterhuis overleefde alleen Anne's vader de oorlog. Anne's dagboek werd bewaard door een bekende van de familie. Toen haar vader het las, was hij erg onder de indruk. Hij besloot er een echt boek van te maken, zodat iedereen kon lezen hoe heftig het onderduiken was. Inmiddels is het dagboek in meer dan 70 talen te lezen. Er zijn toneelstukken, films en tv-series over gemaakt. Dit jaar is er op YouTube een serie gekomen waarin Anne niet schrijft, maar vlogt. Ik heb een Peter gekust. Anne, eet gewoon even wat groente. Ik heb toch al gezegd dat ik niet wou? Anne Frank is daardoor het beroemdste meisje uit de Tweede Wereldoorlog.